Ho, ho, ho! Merry Christmas! Koud als de malle gek, toch gaan we het doen. Young Vision Television 033, tweede aflevering. Peace. Meningsverschillen, oudejaarseditie, vuurwerk. Gaan even op zoek naar meningsverschillen. Kleine man, ben je nog steeds een rund als je met vuurwerk steunt? Nee. Ja, je bent altijd een rund als je met vuurwerk steunt. Ja, dat is de tagline. Het is maar hoe je ermee omgaat, hè? Nee. Als je het maar goed doet. Als je het goed doet. Ja, als je het goed doet, niet. Met klasse. Met klasse, met stijl, je weet toch? Even checken. Houden jullie ook van vuurwerk afsteken? Ja. Doen jullie ook gewoon lekker mee met de jongens? Ja. Ja. Doen jullie wel eens bommetjes maken, shit opblazen en zo? Ja, we hebben wel eens een keer zo'n bom gemaakt en dan met benzine allemaal erin gedaan en aangestoken. Maar dat ging een beetje verkeerd, want die vriend die werd zelf aangestoken. Dus hij zat tweede graads verbranding in het ziekenhuis. Dus dat hebben we daarna niet meer gedaan, nee. Dat vind ik echt heel eng. Wat is het tofste wat je ooit hebt opgeblazen? Verkeersbord. Ik weet niet wat verstandig is om dat voor de camera te zeggen, maar... Wat ik het gekste heb opgeblazen is een auto. Heb je een auto opgeblazen? Ja. En hoe liep dat af dan? Gewoon normaal af. Geen achtervolgingen, wat dan ook. Je hebt de auto opgeblazen? Ja. Holy shit, ouwe. Wat doe je met Oud en Nieuw? Wat is Oud en Nieuw voor jou? Oud en Nieuw is gewoon feest vieren, bij familie zijn, bij vrienden zijn. Bij vrienden chillen, daar in de stad in. Gewoon een Amersfoort. Lekker drinken? Ja, lekker drinken, ja. Echt, ja. Helemaal naar de kloten. Oliebol eten, bezoek bij familie en dan gaan slapen. Ja, drinken met je vrienden, vuurwerk afsteken. Dat is helemaal... Ja, droom komt in het spel? Ja, tuurlijk. Ja, niet al te veel, hè. Niet al te veel. Want... Je ouders gaan misschien terugzien, hè? Ik ga geen vuurwerk afsteken, ik ga een leuk feestje hebben. En zit er dan drank in het spel of ben je Bob? Wat, Er zit wel behoorlijk wat drank in het spel, ja. Nee, bij mij helemaal geen drank in het spel. Je drinkt niet? Nee, ik drink niet. Gezonde jongen. Naar Amsterdam. Naar en dat betekent? Feesten. Vuurwerk afsteken met mijn familie. Waarom denk je dat altijd met Oud en Nieuw vuurwerk wordt afgestoken? Volgens mij is het een Chinese traditie, omdat de Chinezen zeg maar de boze geesten met vuurwerk, geluid dus, wilden verdrijven. Rustig aan. Fijne dag. Ja, rustig. Wat doen jullie? Juist, ik dik je stijl, vriend. Weet je wat we gaan doen? Dat wordt onze afterparty, maar daarvoor gaan we even iets anders doen. Wat dat? Indrinken, ja. Nee, iets anders. Kijk, we zijn allemaal matties, ja? Dus wat ik ga zeggen blijft gewoon tussen ons. Maar Milad en ik zijn van plan om een kluis te gaan kraken. Wat? Ben je gek? Ja, er zit 9 koppen in, 9000 euro. Gewoon genoeg. Ja, sinds wanneer doen jullie aan die shit? Same old. Nee, ouwe. Je wordt gepakt, je hebt een zwarte haar. Ben ik volgende keer bij zo'n sollicitatie ook beloofd? We zijn geen beginners, ouwe. Sinds wanneer zijn jullie zo braaf geworden? Fuck die shit, ouwe. Doen jullie niet mee waar jullie zijn? Nee, maar ik stuur je wel een kaartje in de bak, ouwe. Dat is graag. Wat is met die? Wij laten lekker knallen. Ik ga hier rijden. Ik ga bokken. Wat is het nou, joh? Je ziet toch het water komen rijden? Gaat het met jullie wel? Wat is dit? Nou, kom zeg, zo'n toon hoeven jullie nou ook niet tegen ons aan te slaan, hè? Je ziet toch geen toon voor bejaarden, joh? Wat krijgen we nou? Meer respect, hè? Dat mag toch zeker wel, hè? Ja, meer respect als jij de verkeersregels houdt. Je ziet
zie toch dat ik zo aankom rijden? Ik dacht dat ik aankom rijden. Dat zie je toch? Ja. Jullie moeten hier aan de verkeersregels houden. Bar en boos tegenwoordig met de jeugd. Ze hangen maar wat rond. Ze doen van alles, ze laten van alles. Maar er komt niks van uit hun vingers. Daar heb je weer een paar van die hangjongeren. Nou ja, laten we maar gewoon doorlopen. Sommige mensen zijn gewoon zo zeuren als een pot uit Gorinchem. Gewoon vet oude mensen. Oldtimers. Ja, 033 achter de schermen. Kijken wat voor skills Amersfoort heeft. Ga mee. Nummer 17. Even checken hoor. 033 achter de schermen. Goedemorgen ouwe. Hey man, we zijn van Omroep Amersfoort, achter de schermen. We zijn op zoek naar talenten. Ik heb wel gehoord, heb jij talenten? Ik kan dansen. Ga even mee. Die boy zegt dat hij overal, altijd, morgen, 's avonds danst. Nou, gaan we even checken of hij buiten gaat dansen of niet dan. Je zegt dat je overal altijd danst. Ja. Durf je daar op de draak te dansen? Waarom niet? Allee, let's go. Pump it up, you came to get it drunk with a dame, but shit it drunk, you came to get it on. More than 5 O's in your bank to get it on. Roll up like that plank and get it on. Plank to fit it on, came to get it on. Hij durft het sowieso niet in het park op een funbox. You came to get it on. More than 5 O's in your bank to get it on. Roll up like that plank and get it on. Plank to fit it on. Came to get it on. Hold up, you wanna work that, twerk that. Let me hurt that. Moet ik gaan dansen. Heb jij ook een talent die iedereen moet zien? Stuur dan je naam, adres en je talent naar bishan@youngvision.nl of ga naar 033tv.nl. Shit, is te kaart. Hoe deed hij het? Hij deed al redelijk voor een presentator. Representende Young Vision, Streetwise en Booksmart shit. Je weet toch? Ludo Laspos Keizer. Shit, daar sta je dan. Einde van het jaar, mic voor je neus. Je weet toch, december shit. Laten we een terugblik doen, man. Doe je met me mee? 2008, wat had jij ervan verwacht? Ik heb daar voor mezelf eens over nagedacht. En eerlijk is eerlijk, ik had van alles verwacht. Maar ik zag ook weer van alles wat ik nooit had verwacht. Alle banken naar de tyfus, kredietcrisis. Maar niemand kan vertellen wat er nou precies is. Welkom in het rijke westen, de grote verliezers. Het klimaat is naar de kloten dankzij onze diepvriezers. Holy, holy moly, daar is Irak. Afghanistan, Bush en zijn domme aanpak. Maar Noshpang, je weet zelf, no more drama. De wereld wordt gered, want hier is Obama. 2,5 miljoen banen en hij pakt Osama. Geen Guantanamo Bay meer, nee, Copacabana. Ook Nederland verandert, wat gaan we nou beleven? We hebben een Marokkaans Rotterdamse burgemeester. Vogelaar gevlogen, maar haar prachtwijken blijven. Dus check de WMO, we gaan Jan-Peter hijven. Maar wie laat me zien hoe het volk heeft gesproken? Nu paddels illegaal zijn en je nergens meer mag roken. De wallen worden gesloten, maar shops blijven open. Dus dan maar pokeren, blowen en porno downloaden. Oh ja,
Vietna. Dat was een flop van heb ik jou daar. Toch werd het nog ruïna in Slotervaart en Gouda. En jongen van de sloot ontmoet de Peter R. de Vries. Ik hoor hem nog steeds zeggen, kon joh, hij is vies. Dan naar Amersfoort, oh. Je wordt steeds groter, drukker en drukker. Met steeds meer jonge inwoners. Hang jongeren, ze worden steeds gewoner. Onze nieuwste wethouder is zelf banen nog een koter. Vatters groeide verder, Amando brandde af. En Karel Vrede was thuis 3 weken lang in zijn graf. Pas toen je vliegen op zijn ramen zag van veraf, deden we alsof er iemand echt de fuck om hem gaf. Dat was 2008 voor mij een vogelvlucht. Soms para, soms faya, zo kijk ik erop terug. Ja, what the fuck man, we zitten echt dik in trommel. Met Jeffrey, dat is hij. Jeffrey! Ja! Ik ben Kevin. We hadden zo 27 juli, hadden we zo bij een basisschool, bij Plaatje de Basisschool, hadden we zo vuurwerk afgestoken. Ja? Hadden we, dat is via Ahmed, dat is een vriend van hem. Die woonde uit Iran en die had het ook geïmporteerd. En die had van die bompakketten, had hij geïmporteerd. En de dingen die gaan hard, man. Die dingen die gaan echt hard. Jongens, serieus, ik probeer het te vertellen. En die bompakketten, die gingen hard. Dus die hebben we zo met z'n allen in de basisschool, hadden we die gestopt. Hadden we zo via de lont, zo de deur uit naar buiten. En jongen, doe rustig. En die hadden we zo aangestoken. En die gingen hard, die hele basisschool, die ging hard. Jongen, serieus, rustig. En toen kwam er opeens een man af van bureau Hans. En die zegt van, jongen, dat zei hij helemaal niet. Dat weet je niet. En die zei, jongens, jullie hebben echt foute dingen gedaan. Jullie moeten nu met de taakstraf en zo. En wij zeggen maar helemaal niks van. Jongen, jij zegt niks. Je zat te poepen, man. Je zat echt weg afgestuurd op dat poepen. En toen zei hij, jongens, jullie hebben taakstraf. En nu staan we hier met die dingen te doen. En daar komen 200 neer. Jongen, helemaal niet 200 uur, man. Man, doe je het rustig, man. We hebben echt 200 uur. Dat is 195 uur hebben we. Er ligt een rommel. Hey, hij zegt niet lekker bij zijn hoofd hoor. Kevin, camera. Wat is dit man? Wat is dit nou? Wat mag je dan? Ik heb het toch niet gezien. Wat kan dat nou? Hij zei het over zijn moeder. What the fuck is het mis met mijn moeder, man? Serieus? What the fuck, serieus, man? Moet ik dat gaan halen? Nee, maar... What the fuck? Hey, Rick, kom eens. What the fuck, man? Hey, serieus? Serieus, je moet het dak doen en jij verzint de hele boel. Lesje! Wat doe jij? Ik ben wel blij dat door bureau Halt dat wij hebben geleerd dat vuurwerk afsteken niet iets is wat je zomaar ongecontroleerd. Serieus man, ik ben nog bezig! Vuurwerk afsteken niet iets is wat je zomaar ongecontroleerd kan doen. Maar dat er toch wel grote risico's aan verbonden zijn. En we zullen het ook nog. Serieus! Serieus, rustig man! Serieus, ik kan het toch niet verhalen! Dat wij dus nog wel een keer nadenken voor het vuurwerk afsteken. Ja, serieus, sukkel! Wat de fuck?